Moet je flink afnemen. 1, 2. Ah. Er zijn ook paddenstoelen die kan je plukken, die kan je eten. Zeg, ben jij een vliegtuig? Oh! Oké, paddenstoel erven, dames en heren. Nou ja, dat vond Wesley dus zo erg dat hij meteen een benefietavond voor ons ging organiseren. De aanleiding is van de speeltuin. Wij willen ons bed. Nou. Goed. Hele goede dag allemaal. Welkom weer in een nieuwe vlog hier op Good Life. Allemaal over een goede dag. Het is namelijk, je ziet het, 1:00 's nachts. Ik ben onderweg naar mijn ouders, want die gaan namelijk de allereerste keer vliegen. Ze gaan zonder ons allemaal. Normaal gaan ze alleen maar met onze kinderen. En nu gaan ze de allereerste keer met z'n tweeën, met vrienden. Dus ik ben eens benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik ga ze nu heel snel ophalen en dan naar het vliegveld brengen. Mijn zusjes gaan als het goed is ook mee. Dus ik denk dat er straks wel weer huilen geblazen wordt. Want ja, hè, een week zonder mijn moeder, ja, dat ken ik bijna niet. Nou, ik ben inmiddels daar, zoals je ziet. Dus ik ga heel even de auto parkeren en ja, ik zie jullie straks. Is het niet hier, dan is het op het vliegveld. Dus, tabi. Mijn mama en pap gaan al inchecken. Kijk die rij, jongens. We hebben ze dus achteraf gezet. Mama woont niet op de film. Mama is gewoon hartstikke zenuwachtig. Het is de eerste keer in haar leven dat ze dus niet gaat vliegen. Dus ik ben eigenlijk echt wel eens benieuwd wat ze er wel gaan vinden. Mijn vader ook, maar mijn vader is niet zo bang als mijn moeder. Dus ik ben eens benieuwd eigenlijk. Ik ga kijken of ik naar boven even wat kan filmen. Zo niet, hebben we weg. Nou jammer, het panoramadek is gesloten. Dus we kunnen ze niet de lucht in zien gaan. Dus helaas. Dus we gaan weer richting huis. Het is nu inmiddels 5:00, om 6:00 gaan ze de lucht in. Dan kan ik misschien nog heel even slapen voor de kinderen wakker geworden. Nou, ik heb toch van 5:30 tot 7:30 geslapen. Het zijn toch 2 uurtjes. Ik ben eigenlijk nog moe. Maar ja goed, de kinderen hebben vakantie. Ja, dat kan toch niet zeggen, maar jongen, ik ga in bed liggen. Dus ik ga vanavond wel vroeg naar bed. Ik ga zo meteen eens even kijken hoe het weer buiten is. Want vannacht ben ik, toen ik thuis kwam, vanmorgen eigenlijk, zag ik langs de weg hier in de straat, nou, een paddenstoelen. Die waren echt best wel hoog. Ik had echt zoiets van, hè? En er waren er heel veel. Ik vind het eigenlijk wel heel interessant om met de kinderen te gaan doen. Dus Ruben die is zich heel even douchen. En dan gaan we eens even met de kinderen naar buiten. Ik hoop niet dat het regent. Maar goed, dat zien we zo meteen wel. Nou, als een mens zich verzorgd heeft, dan voel je toch wel wat opgeknapt. Ik ben nogal wat moe, jongens. Maar goed, het is niet anders. Zodra ik eenmaal bezig zijn, dan gaat het toch. Hey, schatjes! Ik wil dat jullie heel even met mama meegaan. Toen mama vannacht thuis is gekomen, heb ik heel veel paddenstoelen gezien. Dus dan gaan we eens heel even lekker heen wandelen om te kijken wat voor paddenstoelen dat zijn. Papa die is ook al buiten. Papa gaat ook mee. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja? Waarom was je vannacht heen? Waar was mama heen? Wat had mama weer gezegd, Jelisha? Juist. Mama gaat oma naar het vliegtuigje brengen. Of oma is op vakantie. Ja, oma is van Griekenland. En oma is best wel oud, dus hij kan niet zo goed rijden. Oh, laat dat me niet horen. Hey, ze moesten alle koffers kwijt. Oma kan helemaal niet rijden, want oma heeft geen rijbewijs. Dat is zo. Maar volgende week woensdag ga ik oma weer ophalen. Mag ik het dan mee? Nee, schat, het is 's avonds. We moeten nu weer naar school, jullie hebben nu van. Kansi, dat loopt maar achter ons aan. Ja, het is niet ver, jongens. Ik heb het is me er niet opgevallen. Het viel me gisteren vannacht, pas op. Dus ik had zoiets van, ja, ik moet toch even met de kinderen gaan doen. Ja, ik zag het vannacht. Ik denk, nou. Hoe is het, joh? Dit zijn paddenstoelen. Dit zijn paddenstoelen, ja. Kijk hier. Wat zei je papa? Eigenlijk zijn het schimmels, het zijn zwammen. Vertel. Kijk. Ja, dan kan je de ramen mee gooien. Oh nee, valt wel mee. Maar het wordt opgebouwd uit allerlei schimmels en dat vormt dan een paddenstoel.
Mm-hmm. Niet aanraken met de vingers alsjeblieft. Nee, dat ze kunnen giftig zijn, ja. Deze denk ik niet zijn. Want dus, er zijn best veel voorkomende. Er zijn ook paddenstoelen die kan je plukken, die kan je eten. Oh. Maar dan moet je er wel verstand van hebben. Er zit een kabouter. Nee, kijk. Ja, ga maar kijken, jullie zitten daar achter. Kijk, daar is de deur. Ja, ga maar heel dicht erop. Doe maar goed kijken, Jaden. Ik ben kabouterplomp, dus zo met mijn vriend. Nee? Maar dat is grappig, of niet? Hé, hey, dat voor onze deur. Ja, we staan aan de overkant nog meer. Ja. Die blaadjes mag je wel pakken, ja. Staan er aan de overkant nog meer? Zullen we eens gaan kijken daar? Nou, kom. Oh, ik wil zeggen, wat heeft mama jullie geleerd? Ja? Ah, kijk eens. Kijk, wat ben jij, vliegtuig? Oh! Leuk. Wat is een champignonnetjes? Ja, als ik het zo zie, kan je die eten hoor. Ja, hoe een hapje? Nou, nee, deze zijn giftig! Oh, oh, daar is papa weg. Papi. Ren maar weg. Ja, maar hoe komen die hier eigenlijk hier verzeld? Ja, zegt, die worden opgebouwd door schimmels. Er liggen allemaal schimmels over de grond, hè. En dat heb ik ook eens een keer geleerd in school. Precies, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Maar ja, dat groeit dan aan elkaar en dat vormt dan een paddenstoel. Ja, dat verdwijnt dadelijk ook weer. Apart. Staan er maar eventjes. Ja. Wat zijn jullie nou aan het doen? Sommige aanraken, hè? Nee, deze zijn niet giftig. Maar sommige paddenstoelen word je heel erg vrolijk. Hey, jullie willen proberen? Wie wil hem eten? Die is los. Moet je flink opnemen. 1, 2, Ik voel me iets. Ik voel me heel erg. Ik voel me heel goed. Nou jongen, ik zie er helemaal niks hoor. Kom maar, je gaat weer naar binnen. We zijn er meer kapot dan heel hier. Vaker liggen ze al los. Er zijn er wel heel veel. Maar ja, die staan er ook maar even. Over een paar weken zijn ze weg. Oké, alles toewerpen, dames en heren. Ik ga even paddenstoel wegvoeren. Nee, die los ligt, niet die vastzitten. Liggen er een paar, liggen er los. Hier is ook los. Ik heb papa, ga jij daar maar staan? Kom. Wat is dit? Ja! Mijn is weggelegd! Kijk eens, Jan. Ha, daar weer een humor. Kijk eens, schade. Yes, yes, yes. Nou, het begon eigenlijk allemaal aan de overkant met de benefietdag in de speeltuin. We hebben een benefietdag hebben we gehad samen met de speeltuin. Of zij samen met ons, ligt eraan hoe je het bekijkt. Ja. Er was ingebroken bij de speeltuin. Geld uitgemaakt bij ze. Ja, een paar duizend euro. Ja. Allemaal artiesten waren er uitgenodigd. Er was een voetbalteentje was daar om te schieten. Zwinken. Alles ja, wat je geld ophaalde voor de speeltuin. Om dat geld ja, terug te verdienen, zeg maar. Ze hadden ons ook gevraagd om daar te komen om een promotie daarvoor te maken. We zijn er ook geweest. Fans van ons zijn er geweest. Heel veel fans. Ja, we hebben daar gevlogd en alles. En nou ja, goed, zo helpen wij elkaar, zeg maar. Het is hier aan de overkant. Hebben we ook vaak gedaan in het verleden, ook met fans bijvoorbeeld. Dat we dan bij fans op bezoek gaan die dan ja, een of andere ziekte hebben. Waar wij dan ja, iedereen oproepen om geld te doneren. Dat we die ook kunnen helpen. Zeg maar onze bekendheid. Dat daar een beetje wel helpt, gelukkig. Ja. Hè? Het is een paar keer ook goed uitgevallen. Ja. En dat doet je dan ook wel goed, want ja, ja. Ik weet hoe het is als je ja, iets hebt, als je niets hebt. En, ja, en zeker bij, als je ziek ja. bent. Hè? Ja, we hebben zelf een zoontje, inderdaad. We weten allemaal dat het niet tof is. En ja, dit geval diefstal al bij de speeltuin. Maar daar kwam dus een reactie op van Wesley van Gorp. En Wesley ja. van Gorp is een volkszanger uit Tilburg. Melanie kent toevallig wat liedjes van hem, want bij haar op de verjaardagen... Nou, jullie kennen Melanie een beetje en de familie. Ja, best wel kamp, zigeuners, volksmuziek. Ja, daar ben ik me groot getrokken met die muziek. Dus ja, ik zing al die platen half mee.
Half meter. Ze dekt zich in, want Wesley had al gezegd, we gaan samen zingen. Ja, ze dekt zich in. Ik en zing ik. Maar nou, Wesley had eens gezegd, ja, ik wil ook wel graag naar die speeltuin komen. Hè, voor de speeltuin ook, ook een liefdadigheid en heel lief. En, maar hij had alleen een andere verplichting die dag, dus hij kon niet komen. Nou, ja, later hoorde hij van ons, tenminste via het internet, dat wij natuurlijk die 100.000 euro boven ons hoofd hangt. Vanwege het hele vuurwerkkanaal van mij, dat belachelijke zaak. Maar dat vond hij zo erg. Toen had hij jouw berichten. Ja, via Facebook. Dat kan je misschien beter uur, vertellen. Ja. Kreeg ik een berichtje van, joh, wat jullie dus allemaal doen, nog maar aan voor andere mensen, dat willen wij voor jullie doen. En ik had zoiets van, nou weet je, ik weet niet of we dat geld aan gaan krijgen. Nee, krijgen doen we niet, moeten betalen. Ja, ik ga. Ik weet niet of we dat geld moeten gaan betalen. Ah, dat bedrag, ja, naar mijn idee, dat kunnen ze gewoon niet eisen. Ja, het is, ja, er gaat sowieso gewoon veel geld in zitten in de advocaatkosten en dergelijke. Maar ja, het is wel in principe wat ik dan mezelf eigenlijk om mijn nek gehaald heb. Maar dan advocaatkosten praat je niet over 100.000 euro, dan praat je over 1.000 euro's. Dat is even een verschil. Ja, over 10 maar, ja, de kinderen worden er wel bij betrokken. Hè? Jullie weten ook, hè, het spaargeld van de kinderen is in beslag genomen. Ja, dat gaat wel heel erg ver natuurlijk. En natuurlijk dat er nog geen rechter geweest is die gezegd heeft, joh, jij bent schuldig of onschuldig. Het OM vindt mij schuldig. Maar er zijn natuurlijk een tal van zaken waar het OM zegt, nou, die persoon is schuldig voor weet ik veel wat. En dan worden ze later vrijgesproken. Ja. Weet je, en dat kan ons ook gebeuren, dat er dus vrijgesproken worden. Maar goed, voorlopig hangt het nog boven ons hoofd. Voorlopig ligt er nog beslag op ons geld en spullen. Nou ja, dat vond Wesley dus zo erg dat hij meteen een benefietavond voor ons ging organiseren. De aanleiding is van de speeltuin. Ja, en ik had zoiets van, ik wil het eerst sowieso met Ruben overleggen. Want ja, ik had ook zoiets, ik moet hierover nadenken. Want het is me nogal wat, hè, een benefietdagavond voor ons. Ja, want ik liep over de kermis. Jij appte en daarna belde. Ik zeg, ja joh, first things first. Ja. Ik ga eerst even de kermis over. Het wordt dus een benefietdag voor Good Life, een meet and greet, een kidsmiddag. Van 12 tot 3. Inderdaad, in café De Shang, niet De Sheng voor de Maastrichtenaren. Graafseweg 141 in Den Bosch. Gratis entree. Dus dat is heel leuk voor de kinderen. Dat is dus eigenlijk gewoon een meet and greet, zoals we die zelf ook organiseren. Dus we hebben allerlei dingen te doen. Springkussens, de clown, de zaal van alles. Schminken geloof ik ook. Dus echt van alles is er geregeld. Hartstikke tof. Een beetje vergelijkbaar wat we zelf onlangs gedaan hadden. En er is er s'avonds, en dat is misschien leuk voor de ouderen, vanaf 4 uur. Ik kan ook even laten zien. Vanaf 4 dan komen alle artiesten. En dat zijn allemaal namen die Melanie kent. Henk Dame, Sjoerd Mertens, die komt hier trouwens uit de buurt. Ron de Ridder, Marco Dekkers, Wesley van Gorp natuurlijk zelf. Arnold Hofmans, Heidi Marcel Bruggeman, Dennis Rietberg, Joey Kerkhoff, Gio Zwicker. En de presentatie is verzorgd door Willy van Keulen. Nou, het is een beetje slecht gefilmd, maar we zullen deze foto's nog wel publiceren op onze media, Instagram, Facebook en dergelijke. Tot slot ook alle sponsoren. Hartstikke bedankt allemaal natuurlijk. Helaas ook niet goed lezen, maar ook deze gaan we natuurlijk delen via onze kanalen, Facebook, Instagram en dergelijke. Kun je beter lezen. Maar wat kunnen we bijvoorbeeld? Cafetari het Hoeske kunnen we lezen. Café de Shang, Café de Shang natuurlijk, ja. Ja, gaan we allemaal natuurlijk persoonlijk ook bedanken. En heel bijzonder natuurlijk Wesley Manuela van Gorp, waar het allemaal mee begonnen is. Marco en Bertina Dekkers uiteraard. En tenslotte Jan en Margaret de Feiter. Ook jullie heel erg bedankt. Hartstikke tof dat jullie dat voor ons willen doen. Echt ook heel veel trouwens. Het verbaast me echt heel veel mensen dat voor ons willen doen. Ik vind het echt heel erg lief. Ik weet niet wat ik goed moet zeggen. Ja, dankjewel. Lijkt een beetje te weinig om te zeggen, maar ja toch uit mijn grond van hart, dankjewel. Echt heel tof voor jullie. Moet ik wel zeggen dat s'avonds, dus vanaf 4 uur, dat alle artiesten gaan zingen, is de entree 5 euro. Van 12 tot 3 is het dan gratis met een meet and greet met ons. Wij zullen s'avonds natuurlijk daar ook gewoon zijn. Ja. Melanie gaat zingen. Nou, niet te dat missen. Dat zullen we nog wel zien. Voor 5 euro een koopje. Nee, daar moet ik heel veel voor zijn. Maar dan heb je natuurlijk gewoon een hele gezellige avond met al die artiesten. Er is natuurlijk ook gewoon drinken kun je natuurlijk. Ja. Heel belangrijk. We maken er gewoon een gezellige dag van. Het is 17 november, op een zondag is dat. En hopelijk zien we jullie dan. Dat was even tussendoor. We maken een feestje ervan. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn. Kunnen jullie samen met ons meefeesten? Feestje bouwen. Ja. Ondanks alle ellende gaan we gewoon door. Ja, maar kinderen zijn wel lekker aan het spelen. Ik heb in de tussentijd heel eventjes de
witte bonen tomatensaus in een bakje gedaan. Wat aardappeltjes geschild. Wat spruitjes. En natuurlijk weer wat lettertjes. En ik ga weer wat nieuws proberen. Dat zijn van die zakjes. Laat het zien. Dat zijn van die, wat noem je dat? Ja, geen idee. Dat zijn van die vellen. Daar zitten kruiden in. En dan leg je de kipfilet dan in. Die vouw je dan dicht. En dan ga je het bakken. Dus ik ben eens benieuwd hoe dat gaat smaken. Kijk. Ik heb ze dan zo klaar. Dus dan hoef ik dat zo meteen alleen maar allemaal aan te gaan zetten. Ik ga nu weer even tussentijd editen. En zolang de kinderen stil zijn, gaat dat natuurlijk. Dan ga ik dan even lekker koken. Want ja, als je de hele nacht wakker bent geweest. Ik heb alleen maar een broodje. Ja, ik eet toen thuis kwam. Moest ik even mee. Het is naast de dag een beetje anders. Wat zijn jullie allemaal hier aan het doen? Wij spelen in ons bed. Nou. Piep, 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 piep. Als je in dit bed piep, piep, piep. Oh. Nou, veel plezier maar, hè. Oh, nou, veel plezier maar, hè. Ondertussen is het eten lekker klaar. Even tafel leegmaken, tafel dekken. En ik had de kinderen geroepen, want Jason, die had al flinke honger. Ja, ik zelf ook wel. Dus dan lekker smullen. Oh, maar dat ziet er weer verrukkelijk uit, schatje. Hé, jongens, het is weer een koningsmaal, hè. Ja, heb ik gewoon alles op mijn bordje liggen wat mama heeft gemaakt. Alles, ja. Ja, jij hebt bonen, je hebt spruiten, want mama doet altijd ingewikkeld, die maakt altijd 6 groentes klaar. Als mama nou 3 grote potten moet maken, of ik maak 3 verschillende potjes kleiner. Heeft iedereen zijn zin. Ja. Maar waar zijn mijn aardappels? Hier, genoeg. Mag je mij wegpakken. We hebben nog 5 minuten op de timer, dus de laatste hapjes. Maar papa, kijk, ik heb er hier 40 op een daalveer. Is Jerry? Nee. Ik moet nog een klein beetje eten. Hoe ver ben jij? En Jaden? Jaden is het verste. En Jaden? Zo, ben jij helemaal klaar bijna, zonder ruzie en gestrijd. En Thalysje moet nog alles opeten. Ja, dat klopt. Dus je moet nog wat eten. Dus ze zit nog alleen even. Jij heeft mijn bordje mij niet opgeschept. Ja, ik had je opgeschept. Aardappeltjes aan. Maar weinig. Aardappeltjes aan. Motor. Oké, nou eet maar je leven gewoon door. Maar je hebt wel weinig op het potje. Ja, wees blij. Eten heeft ons lekker gesmaakt. Ik ga de kinderen heerlijk verzorgen. Dan kunnen ze nog even een paar uurtjes lekker op de tablet voor ze naar bed gaan. Ik zou zeggen, vonden jullie dit een leuke video? Deel een like en dan vooral druk op het belletje. Heb je dat nog niet gedaan? Ja, morgen om 4 uur zijn we natuurlijk weer. Dus ik zou zeggen, doei doei! Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer!